woning was oorspronkelijk bedoeld om arbeiders te huisvesten in Wallonië, om per duizenden, tienduizenden de woning te produceren. Dus in 1954 hebben Leon Palm en Willy van der Meeren samengewerkt om op enkele maanden tijd een prototype te ontwikkelen van een moderne woning, of wat toen kon begrepen worden als een moderne woning. Zeer goedkoop. De pitch was destijds, we kunnen u een woning geven aan de prijs van een Ford. En wat bleek, amper na 6 maanden hadden ze 2 soort van battiebouwachtige shows gedaan. Hadden ze al 4500 cliënten samen vergaard. En dat heel slim machientje, van amper 100 vierkante meter groot, was zo slim dat de normale woningmarkt het helemaal geboycott heeft. Willy van der Meeren en Leon Palm waarschijnlijk niet bereid tot enig compromis. Ze hebben dan maar de handdoek in de ring gegooid. En dus die 4500 cliënten zijn van de een op de andere dag wandelen gestuurd. Een van die 4500 cliënten, meneer Verhagen, die had dit terrein hier in Tervuren. Die zei van, ik wil alsnog een SECA-woning. Ik ben geen arbeider. Ik heb een groot gezin. Kunnen jullie mij een soort van XL-versie, een grote versie maken van een SECA-woning? Architecten zijn dan komen kijken en hebben gezegd van hier kunnen we 8 woningen bouwen op dit terrein. Wat ze ook gedaan hebben. Een jaar later waren de woningen gebouwd. Men heeft van die lijst van 4500 cliënten er een 8-7-tal gaan kiezen. Dus men heeft eigenlijk voor elkaar gekozen om samen te gaan wonen. En een van de 8 woningen werd ook door Willy van der Meeren zelf ingehuisd samen met zijn familie. Van der Meeren was een diep socialistisch architect en een van zijn motto's was toch om het construire pour le plus grand nombre, dus voor zoveel mogelijk mensen goedkoop, toch comfortabel te kunnen bouwen. Ik denk dat voor hem wel een zeer belangrijk voorbeeldproject is geweest, een soort van pilootproject waar hij had gehoopt om er veel meer van te kunnen bouwen, maar dat is nooit gelukt. Het is een monument, het is geclasseerd. Het goede eraan is dat we ontsnappen aan vele regels. Regels naar isolatie of wat dat je allemaal zogezegd top-down zou moeten doen met je woning. De vorige eigenaars hadden dubbel glas gestoken. Die hebben we laten wegnemen. We hebben terug enkel glas gestoken. Waarom? Omdat eigenlijk heel die woning een soort van organisme is. En je kan niet sommige delen beter isoleren dan andere delen. Ofwel isoleer je alles, ofwel niks. Wij opteren voor het tweede. In de winter migreren we als het ware naar een kern, dus leven we kleiner. We stoten als het ware een aantal kamers af. En in de zomer gaan er een aantal ramen open en dan hebben we een woning die 5 keer zo groot is. Een heel fijn moment, maar dat is dan in de gemeenschap, is dat we enkele keren per jaar in de gemeenschappelijke tuin dan komen heel spontaan. Dat klinkt nu heel pseudo-romantisch, maar heel spontaan worden de tafels aangedragen, de stoelen. Er zijn een aantal mannen die hun barbecue naar buiten wielen en is er feest. Dat is meestal niet gepland. Dat vind ik goed dat het niet gepland is. En voor de rest laten we elkaar ook een beetje met rust. Maar we kunnen altijd op elkaar rekenen. Dat vind ik een heel mooie, fijne, gezonde manier van samenwonen. Het mooie is, ik heb recent een vrij groot stuk van de archieven teruggevonden van de gemeenschappelijke vergaderingen in de gemeenschap, die om de zoveel maanden plaatsvindt. En dit zijn allemaal zeer menselijke besognes, menselijke kleine fricties ook. Op het einde van elk verslag zie je van we zijn blij dat we kunnen samen een aantal beslissingen nemen en samen ook voor een project kunnen gaan. En ik denk een goede 60 jaar na datum dat dat nog altijd zo is. Een van onze oudste bewonsters, die ook nog Willy van der Meeren gekend heeft toen hij hier woonde, gebruikt te pas en te onpas, maar gelukkig maar telkens van ja, maar Willy, il aurait fait ça. Dankzij onze oudere bewoners waart die geest van Van der Meer op een zeer goede, positieve manier nog steeds rond. En wat dat fijn is dat als je echt met iets niet akkoord bent, kan je nog altijd de kaart Willy van der Meeren trekken en zeggen van Willy zou dit niet geaccepteerd hebben en dan gebeurt het meestal ook niet. Ik zou het nooit volledig restaureren zoals het bedoeld was. Het is een woning. Een woning dient om in te wonen. Dit kan geen museum worden.
Waarom zou je zo'n museumstuk nodig hebben? Ik zou het echt niet weten. En het goede is dat wij nu, het is een privéwoning, dus wij kunnen mensen toelaten of niet toelaten. Ik vind dat we wel ergens een soort van taak hebben, want het is erfgoed, af en toe om het open te stellen. Zodanig dat de intelligentie die erin zit, dat die kan begrepen worden, dat die kan opgepikt worden, hervertaald worden en een volgend leven kan krijgen. Ik denk wat we op die 2 jaar dat we hier wonen geleerd en geapprecieerd hebben, is hoe eenvoudig het is om in gemeenschap te wonen. Ik kan me niet voorstellen dat je zou ergens wonen met afscheidende hagen of wat dan ook. Een soort van woning op zich. Dus stel dat we ooit verhuizen, gaan we denk ik terug op zoek naar een gemeenschapsvorm. Hoe dat die er ook mag uitzien. KBC Brussels, bank en verzekeringen.